Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Voetbaltijd vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede. In de line-up René Wagelaar. René, goedemorgen. Goedemorgen. En Jeroen Heubach, vriend van de show. Goedemorgen. Hoe is het? Goed. Ja? We hebben nogal. Ziet er goed uit? Ja. Na een zwaar weekend zie ik er heel goed uit. Vertel. Ja, vrijdag al wist voetballen met FC de Rebellen in Boekelo. Oké. Okay. Dus na het een paar biertjes drinken. En zaterdag gaan we natuurlijk Twente. Ja, gaan we het over hebben. En gisteren had ik de hele dag had ik wat te doen. En wat was dat? Leuke dingen. Ja, maar ja, als je iets zegt, dan moet je... Hè? Ja, René weet daar meer van. Ik kan er nog niet zoveel over zeggen. Dat komt allemaal met die jongens, hè? Met die voetballers. Die, ja, die komen allemaal op televisie. Ja, op televisie, dat kunnen we zeggen. Kom ja. op tv. Ja. Kom op tv. Binnenkort? Ja. Ja. En heeft Annie van der Meijden er iets mee te maken, toevallig? Toevallig wel, ja. Oké, okay, okay. Ja, dan weten we wel welke maar je kunt het wel zien, want op een gegeven moment probeer je achter Wesley te verstoppen, maar dat lukt niet. Dan zie ik duidelijk dat jij dat... En Wesley stond voor me, bedoel je? Ja, ja je probeert achter te gaan staan. In de verstoppen. Nee, dan weten we ongeveer welke kant we op gaan. Maar jij maakt het bruggetje al, want zaterdag was je in het stadion. Jij ook. René, je hebt die wedstrijd gezien. Je hebt hem gezien. Ja. Dat was de eerste echte test in de competitie voor FC Twente en ook voor PSV. En voor Twente pakt hij geweldig uit natuurlijk. Ja, geslaagd. Was je verbaasd? Verwonderd? Ja, een met beetje het noodmiddenveld wel. Ook, hè? Noodmiddenveld. Keule, ja. Rots. Een beetje verbaasd zeg je goed, want ik denk van PSV is beter. Hè? Daar ging ik vanuit dat ze in ieder geval zich niet zo onder de voet lieten lopen. Zeg maar. Want Twente was heer en meester. Duels, alles wonnen ze. Zelfs kansen, ze hadden wel 3-4-0 voor kunnen staan met de rust. Man. Ja. Waren zoveel beter. PSV was ook een stuk minder dan wat ik had verwacht. Of dat het niet kon omdat Twente zo goed was. Maar we weten nu in ieder geval hoe de competitie eindigt. Dat Twente bij de eerste 4-5 zit. Ja. Ik heb alle wedstrijden bijna gezien het weekend. De competitie ligt al in de plooi. Hè? De top 5 is al bekend eigenlijk. Ja, ja, dat durf ik wel nu te zeggen. Ja. Ja. Maar wat jij zegt, geen kampioen en Twente wordt 4 of 5. Ja, precies. Dat denken wij ook, denk ik. Maar het is altijd weer de kip over het ei. Hè? En wat denk jij, Jeroen? Was PSV zo slecht of was Twente zo goed? De waarheid ligt vaak in het midden. De landelijke pers, als ik dat zo lees, die hebben het alleen maar over het dramatische PSV. Ja, dramatisch PSV. Kijk, je kunt ook naar Twente kijken. Ja. Twente begon gewoon hartstikke goed. Ja. Gelijk druk zetten. En vooral als je thuis speelt in PSV en je gaat gelijk druk zetten. En dan zie je wat het publiek daarop reageert. En dan, als je dan kijkt hoe de sfeer allemaal is, dan krijg je als speler krijg je een boost. Zeg maar. En dan kun je wel heel lang doorgaan met druk zetten. Maar duels winnen ook, hè? Ja, dat ook. En, elke tweede bal was er Twente. Ja, dat hadden ze. En iedereen ging er gewoon voor. En dat zag je gewoon. En ook vooruit verdedigen. En elkaar helpen. En dat is wel belangrijk. En dat deden ze gewoon goed. Ja, jij zat in het stadion hè, tussen de supporters. Ben jij dan ook een fanatieke supporter die juichend opspringt bij de doelpunten? Ja, af en toe niet altijd. Maar ik zit gewoon lekker rustig. Samen met mijn zoon zit ik rustig voetbal te kijken op de hoofdtribune. En, het is ook emotie, toch? Emotie. Ja, dat zeker. En, kijk, natuurlijk op laatst ook dan de kansjes wat PSV krijgt er gelukkig niet in gaat, daar ben je wel blij mee. Ja. En dat is natuurlijk wel mooi. Het zal Ten Hag blij zijn dat hij zo'n Gakpo ziet spelen, dat hij hem niet neemt bij United. Ja, dat is een momentopname, weet ik. Maar toch, is toch wel qua instelling. Dat soort spelers, dat kan je 80, 85 minuten niet zien. En je hebt twee acties en het kan gebeurd zijn. Mm. Hij is ook onderdeel van een team dat niet draait op dat moment. Hè. Veerman kwam zo rechtstreeks van de kermis van Volendam. Die deed ook niks. En heb je Simons, was ook niet zo, vind ik. Nee. Maar die komt op positie staan, denk ik. Dat nooit zijn positie is. Spits was die. Ja. Een beetje inzakken. Ja. Die werd opgevreten. Twente was veel, hè? Maar wat jij zegt, Veerman, die is nu geselecteerd voor Oranje. Althans, de voorselectie. Goede voetballer natuurlijk. Maar als er dus een keffertje als rots op zit. En die constant maar weer. Heeft hij in Nederland? Heeft hij niks te vertellen? Nee, dan heeft hij in Nederland. Dan sneeuwt hij onder. Ja. Is dat dan wel Nederlands elftal waardig? Ik denk het niet. Nee, maar hij is ook bij de voorselectie. En misschien dat hij even mee mag trainen. Maar ik denk niet dat hij er definitief bij komt. Als het loopt is het prima. Ja, maar dan kan hij wel voetballen. Ja. Echt. Maar als dan inderdaad, jij zegt Gakpo, hè, dat is lastig om hem op één wedstrijd, hoewel die in de voorronde van de Champions League was hij ook even niet. Maar als Sangaré dan 40 miljoen waard is, wat is Seruki dan waard, Jeroen? Want 40 miljoen werd geboden door Chelsea. Ik weet niet. Ik denk... Op de Engelse markt dan. Hè? Dan moet op de Engelse markt? Ja. Ja, dan ga je denk ik misschien wel naar 15, 20 misschien, dat weet ik niet. Ja.
In Nederland is het zo misschien 5-6. 7. Ja. Meer niet, denk ik. Nee, maar Feyenoord wou dat niet eens geven. Speelde alsof hij verlost was van, en dat was ook zo, van al die perikelen rondom zijn komst. Of zijn, ja, maar dat heeft hij allemaal zelf veroorzaakt, vind ik. Toch wel? Ja, want hij begint zelf over de transfer Feyenoord. Er werd een beetje toen... Was dat hij wel wou. Ja, naar de Europese wedstrijd. Kijk, ja. Dat, en hij gooit het zelf, hij praat er zelf al over. Hmm. Kijk, als spelers... Ja, er wordt hem naar gevraagd en dan geeft hij eerlijk antwoord. Maar Jeroen, ik denk dat hij dacht, dat komt rond. Ja. Hij dacht, dat komt rond. Dat ja, maar als je kijkt naar andere spelers, heel veel spelers, die gaan er niet zo snel op in. Nee. Maar echt als het definitief is of wat dan ook. Maar ik vond hem, hij gooit het zelf naar buiten toe, vind ik. En dan zit je, Toen naar die Europese wedstrijd, Kucharica. Ja, maar hij ging ervan uit dat het natuurlijk wel goed kwam. Want Feyenoord had geld genoeg, die hadden hem ook kunnen kopen. Maar die wouden intern, want Arnezen die wou hem nooit. En die te kloesen, die zit bij dezelfde zaak waarnemen, volgens mij, wat ik hoorde. Dus die zullen wel zeggen, die willen we graag hebben. En Slot is er gecharmeerd van. Die heeft mij vaak gevraagd van wat vind je van Saruki? Daar had ik al wel in de gaten. Dat was al 2 jaar geleden. Ja. Maar die hebben gedacht, dat komt wel rond. Maar ze hebben nooit meer veel bijgeboden. Dus die hebben gedacht, 5-6 misschien met een beetje... Meer willen we niet geven. Nou, dan houdt het op. Ja. Maar je moet als speler, moet je dat eigenlijk niet zeggen. Je moet eigenlijk, dat na die Europese wedstrijd had hij moeten zeggen, ja, we zien het wel, joh. Ja. Aan de andere kant, ik bedoel, je hebt ook spelers die gaan staken. En dat heeft hij niet gedaan. En hij heeft zich wel heel hij zit toch niet correct. Bij de FNV? Nee, maar hij heeft toch politiek correct, heeft iets gespeeld. Hij zegt, ja, dan gaat het niet door en dan blijf ik met plezier bij Twente. Dat is zo mooie club. Maar zo moet het toch ook? Ja, je moet gelijk. Moet ook wel zo, maar ik bedoel, er zijn ook gasten die natuurlijk de kont tegen de krip gooien. Ja. Dat deed hij niet. Nee, kan ook niet. Dat moet hij ook niet doen. Nee, maar dan is het over en uit met hem, denk ik. Ik denk bij Ajax op een gegeven moment, alleen de staf gaat straks de bus in. Dus ze gaan allemaal staken, joh. Die wil weg. Ze willen allemaal weg. Ja, ze gewoon de speler over. Ze gaan zo niet trainen. Ik heb wel eens gestaakt. Jouw rijke loopbaan. Nee. Thuis wel. Ja, thuis. Elke dag. Jij ook, je vrouw? Ja. Laat het daar maar niet over. Och. Nee, geintje. Nee, maar nee, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik kan niet, in mijn hoofd kan ik niet... Nee, het kan niet. Ik denk ik van, bestaat niet dat je, dat je niet gaat spelen omdat je het transfer wilt afdrukken. Dat is ook kinderachtig. Ja. Ja. Kinderen, je hebt een contract getekend, daar zitten, en ze komen er niet uit. Dan gaan we volgende zomer weer proberen. Ja, maar van de winter. Zo denk ik altijd. Het is ook al werk je ergens, je gaat ergens werken en je gaat een contract tekenen. Ja, je hebt getekend, dus klaar. Dus ja, je zit er vast. Dan ga je verder naar zeuren. Als het dan wat anders is, dan is het. Zo denk ik altijd. Ja. Ja. Zo hoort het ook natuurlijk. Ja. En als je dan, het is net een huwelijk. Vertel. Ja, maar je zit eraan vast. Ja, maar ik niet. Jij bent er niet getrouwd. Nee, ik niet. Maar jij. Ik ben al 25. Je tekent en dan moet je er ook voor staan. Ik ben al 25 jaar samen, jongen. Ja. Hmm. Maar jij toch ook heel lang, René? Los 35 al of zo. Misschien wel papiertje langer. Niet. 35. Weekend was ik alleen. Weekend was ik alleen, was ze weg. En dat is, dat komt hard aan. Ja. Dan zit je alleen met die poes thuis. Dan weet je pas waar je mist. Ja, oké. Okay. Ja, nou, mooi dat om dat uit je mond te horen. Nee, ja, dat doet pijn. Dat is, dan zet ik de poes een beetje op schoot. En dan... Ja. En toen bleef het stil. Vaklak Cerny, moet ik zeggen. Cerny was ongelooflijk getergd. Wat speelde die geweldig. Ja. Komt dat ook omdat hij natuurlijk, hij wil wat laten zien. Hij speelt niet altijd. Hij is nog niet op het niveau dat hij hoort te hebben. En dat hij dacht van, en nu moet ik verdomme een keer op dit niveau, moet ik er staan. En dat moet er nog wel uitkomen natuurlijk. Maar dat zag je gewoon. Hè? Zet erin, zo'n speler is het altijd al geweest dat hij dit kan natuurlijk. Maar het zat hem hier in het hoofd, zat het allemaal niet. Het zat hem tegen natuurlijk. Ja. Vergeet zo'n blessure niet. Dat hij vaak niet speelde, heeft hem natuurlijk pijn gedaan. Ja, natuurlijk graag. De basis gekregen direct vorig jaar al. En dan maar laten zien. Maar hij werd een paar keer afgehaald. En logisch ook, hè? Want hij maakte het niet goed. Hij maakte er niks van. Nee, Europees kwam hij erin. Ik vond het wel goed, Europees. Volendam viel hij weer slecht in. Ja, Volendam. Toen kreeg hij op zijn flikken, volgens mij toch. Dat het niet goed ging. Van Wolfswinkel. Daar was hij niet blij mee. Maar goed, soms moeten er ook harde noten worden gekraakt op topniveau. Ja, prikkelen. Maar dit is wel Cerny die ze erin moet houden. Hebben ze gekocht voor... 1,5 miljoen van Utrecht. En dat is wel een toppetje die over een paar jaar... of misschien volgend jaar wel door kan verkopen. Ja, maar deze Cerny met zoveel geestdrift. En die ben je zo kwijt. Geweldige voetballer. Ja. En beslissend. Vier doelpunten. Schot wat hij heeft. Hè? Schot, hè? Nog niet makkelijk, hè? Naar binnen. Boem. Het drukken van dat schot, van die bal. Ja. Goed. Misschien maar aardig binnen, ja. Misik Jan, hij liep als een speer. Hij rende als een speer naar Misik Jan. Lotgenoten. Hij viel goed in, vond ik. Misik Jan. Hij liep in een minuut meer dan bij Volendam in een half uur. Ja. Wat is dat dan? Is dat weer ook tussendoor, hè? Ook ontevreden dat je niet start. En ja. Iedereen denkt dat hij beter is dan hij is, denk ik. Ik denk dat bijna elke voetballer heeft. Elke speler, of nou in de jeugd is, of iedereen denkt dat hij beter is dan hij is. Ja.
Daar ben ik van overtuigd. Ja, maar als je gewoon naar Twente keek gewoon afgelopen weekend, is gewoon, ja, die jongens die speelden, en ook al het middenveld, die... Schöle ook goed, hè? Ja, die zie je niet, maar hij doet gewoon zijn ding. Ja. Ja, is gewoon zo. Hij lost veel dingen op. Hij, Pasing was hij goed. En de meeste zien dat niet, denk ik. Nee, maar hij doet het wel. Hij loopt gewoon mee. In het moment dat hij er staat, dan doet hij gewoon zijn ding. Die zijn belangrijk, zijn mensen tussen. Ja. En zo zie je maar weer dat het belangrijk is om elke positie dubbel bezet te hebben. Je hebt natuurlijk de rechtsbuitenpositie is driedubbel bezet. Ja. Met Rots, Cleonice, die vorige week ook indruk die speelde maakte. En de scoorde. En Czerny. Nou ja, ik denk dat wel duidelijk is dat Czerny, die moet je, die zit als cement zit hij daar op die rechterpositie nu. Die komt er niet meer uit. Staan. Maar dan heb je dus Flap komt weer terug. En dan heb je Rots dus op 10, die hartstikke goed deed. Ja. En dan komt Flap weer terug. Ja. Ja, maar je moet nou eigenlijk Flap op de bank laden dan. Ja, zou het eerlijk zijn. Ja, dat zou ik als trainer denken, ja, denk ik. Maar dat doet hij toch ook Never wel. Never change a winning team, dat is die gedachte. Dat zou ik doen. Ik zou dit zo weer starten. Ik wil. Ik denk, hoe vaak je met hetzelfde team speelt, hoe beter het gaat, denk ik. Ja, dat is mijn gedachte. Ja, dat ben ik mee eens. Maar daarom zit je hier ook. Ja, maar daar ben ik het ook mee eens, Jeroen. Dat gewoon laten staan altijd. Niet weer wisselen, om het wisselen. Want dat is niet... Ja, dat wordt niet om gevraagd. Kijk, in mijn tijd ook wel, daar had je ook heel veel spelers. Met McLaren op laatst ook had je ook, ik weet niet hoeveel spelers. Ja, ook altijd met hetzelfde speelde hij, bijna hetzelfde. Ja, altijd. Ja. Tiote kwam er niet eens in, maar dat moet je spelen. En die was ook een van de beste spelers van zijn tijd. Dat was gewoon zo. Ja, de grote vraag is inderdaad, dat is altijd weer, hoe man je de emoties. Je moet eerlijk zijn, kijk naar onze vriend Erik in Engeland, je ziet het. Je moet eerlijk zijn naar die spelers toe. We hebben gewonnen, dit laat ik staan. En laat gewoon zeggen wat je denkt en wat je wil gaan doen. Ja, dat is makkelijks. En daar heb je ook die assistenttrainers voor, hè, die dat ook... McLaren bij, op dit moment. Ja, Erik bij die kan dat ook natuurlijk. Ja, hij zit in een flow, hè, Erik. Hè? Ja. Vier overwinningen. Ze waren niet beter dan Arsenal. Anthony scoort. Droomscenario. Ik moet altijd, als ik Arsenal zie spelen, moet ik jou denken, Jeroen. Moet ik aan de brommer denken. Ja. Theo Walcott was het? Of was je erbij? Ja. Ik was daar niet bij die wedstrijd. Ik zag het op tv. Ja, ik ook. Maar word je er nog wel eens wakker van? Nee. Dat niet. Je hebt het een plek gegeven. Ja, ik... Als we zeggen Arsenal uit... 2008 was het, geloof ik. Ja. Toen ging Walcott en... zag ik vaak achter de brommen weinig rugdekking gehad. Wie had jouw rugdekking moeten geven? Een Wielaert, volgens mij. Wielaert. Ja. En... Maar ik werd in de rust eruit gehaald. Ja. En toen kwam Wellenberg erin. Ja. En toen ging Braveheid naar links. Want die stond eerst rechtsback. Ja. En toen ging Walcott naar de andere kant. Ja. En die stond bij Wellenberg. Ja. Die hield hem ook niet. Het is gewoon een hele ervaring wat ik heb gehad daar. Ja. En ik zou eerst niet spelen volgens mij. Want toen kwam McLaren die zei of ik er klaar voor was. Ik zei, ik ben er altijd klaar voor. Uiteraard. Dus, maar het was wel een hele ervaring, hoor. Ga je nog een keer naartoe, naar United kijken? Dat weet ik nog niet. Hm. Het is wel een theater of dreams, hè, daar, om dat mee te maken. Vooral als er nu succes komt en de sfeer er is. Dan wordt het mooi, hè? Ja. Dan kan het heel mooi worden voor je. Maar ik denk dat hij hetzelfde weer haalt als wat hij bij Utrecht deed. Wat hij bij Ajax heeft gepresteerd, bij Go Ahead. Dat hij tijd krijgt. En dat krijg je door overwinningen. Krijg je tijd nu. Vertrouwen. Ja, maar volgens mij zijn ze wel tevreden. Volgens mij als ik die hoe die al die oudspelers. Ja, ook. Ja, maar je begint met 0 uit 2. Maar hij moet even tijd krijgen, daar gaat het om. Ja. En niet meteen dat domme paniek na één keer verliezen. En, Nee, maar dat doen ze. Tijd nodig. Hebben ze gelukkig, zijn ze rustig gebleven na twee dramatische openingswedstrijden. En nu staat hij gewoon op 3 punten van de koploper. Hè? Ja. Dus hij zit er gewoon bij. Nog wel eens bij verliezen. Van de koploper, toch? Arsenal en nu gewonnen, inderdaad. En op 2 punten van City. Nou, dat wordt binnenkort ook een geweldige derby natuurlijk in Manchester. Ja. Nee, Twente is wat jij net zegt. Hè, Twente doet het goed. Twente heeft natuurlijk die uitglijder gehad tegen Volendam. Alleen dat komt altijd voor naar Europees. Maar de competitie die valt nu inderdaad in de plooi. Ja, het is al bekend. De top 5 is al bekend. Bijna wel, Is er nog een ploeg die daarbij kan komen? Heerenveen met Van Wonderen? Dat verwacht ik nog een beetje. Die blijven stabiel, denk ik. Achterin sterk, hè? Ja, ik denk dat die wel stabiel blijven voorin. Goeie keeper. Ja, goeie keeper. Noppert. Jawel, die denk ik wel, kan zo 5-6 worden. Maar dat is ook de ene, hè? Ja. Ik heb Groningen gezien, nou, wat Vladeres heeft opgehaald. Die belabberde spelers, dat is niet normaal, joh. Dat ook is de trainer die je bedoelt. Nee, die heeft het niet opgehaald. Vladeres is daar technisch directeur, die komt met al die geintjes aan. En dat leek nergens op. Ik bedoel dat hij de trainer heeft opgehaald, dat bedoel ik. Nou, die heeft hij wel opgehaald. Maar dat moet dus wel een goede trainer.
Dat denk ik ook wel. Ja, 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 ja. Maar dat wordt moeilijk voor hem. Vitesse. Totaal, ah, ja. Het is net een buitenlandse zender erop heb. Ja, ja, maar toch, die waren superieur, ja, zag ik in de samenvatting. Ja, van zo'n Groningen is, ja, dat inderdaad, dat is niet zo moeilijk. Jeetje, wat een slecht elftal, zeg. Ja. Ongelooflijk. Dus die komen er niet meer bij. Nee. Utrecht, ook niet echt, denk ik. Die kopen alles, ja, wat transfervrij is en wat de voetbalschoen aan heeft, doen ze een aanbod. Ja. Bij Utrecht. Alles, ja, komt daar binnen. En ja, nee, maar ja, als Twente staat gewoon 4-5 AZ. Ja, AZ sowieso. Volgende week, we gaan het over de onderlinge clash hebben binnen zo dadelijk. Maar als je dan inderdaad ziet, hè, dat Twente wint dan van PSV met 2-1. Dan wordt er ook in de voetbaltalkshows wordt er de vraag gesteld. Is Twente een potentiële top 3 kandidaat? Hè? Dat werd dan inderdaad gisteren door de Van Hooydonks van deze wereld. Nee, dat ook weer niet. Dat denk ik ook niet. Ik denk het ook niet. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hoeft toch ook niet, Ed? Nee, dat hoeft ook niet. Maar de vraag is gerechtvaardig. Als je PSV wegblaast, ja, een helft. Ja, maar je kan ook zo een keer weer... Het is een momentopname, dat is duidelijk. Daarom. Ja. En, maar Twente is beter dan vorig seizoen. Hè. Het is in de breedte. Ja. Dat zou moeten. Ja, maar dat zijn ze toch ook wel. Ja. Stabiele. Ja. En of ze een keer verliezen van Volendam naar Europees, dat weet jij nog. Ja, maar dat is altijd even moeilijk. Ja, dat is altijd moeilijk. Maar Twente kan als je de eerste half uur 3 erin schiet, is niks aan de hand. Ja. Je krijgt gewoon die kansen en die maak je dan niet, of die gaan er dan niet in, dat is gewoon pech, klaar. En hun krijgen een kansje en schiet de raak. Ja. Ja. Ja, ja. Zo heb je altijd van die things. Dat was, in mijn tijd was het vaak bij RKC. Ja, dat was een uitkeer. Ja. RKC, ja. Maar ik zou niet weten waarom ze 4-5, AZ gaat Europees spelen. Dus die krijgen ook blessures, schorsingen. Hè? Op grond van de begroting moet je ook bij de eerste 5 eindigen. Als ja, dat wel. Ja. 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 Dat moet ook wel. Maar het is niet altijd realiteit. Nee. Nee, dat vind ik ook. Maar het 4-5, dat is duidelijk, man. Het ziet er allemaal goed uit. Geen Europees voetbal. En dat is eigenlijk dan beter dus. Ja, nou, je ligt aan wat je wil, maar... Ja, Van der Vaart zei gisteren, totale onzin. Je moet altijd willen voetballen in plaats van trainen een wedstrijd. Maar dat wordt dan weer tegenovergesteld, hè. Blessures en reizen natuurlijk. Ja, dat is het ook. Dat zag je Volendam. Ja. Dus dat is het voorbeeld. Ja. Dat is het voorbeeld. Ja. Op dat vloerbedekkingstuk daar. En toen, dat ging mis. Ja. Dat komt door Europa, denk ik. Als ze gewoon een voorbereiding hadden gehad van de hele week Enschede, hadden ze niet verloren, denk ik. Dat zul je nooit weten. Maar... Het is hypothetisch. Nee. Hè? Nog heel even, want we hebben natuurlijk altijd fantastische prijsvragen in dit mooie programma. En ik heb vorige week al gezegd dat we 2 kaarten weggeven voor het theatercollege. EK88 met Kieft, Arnold Muren en Berry van Aarde in Enschede op 26 november. Dat gaan we nog een week verlengen. Zo'n grote prijs is dat. Dus er zijn nog meer mensen die de kans maken. Leuk. En dan maken we volgende week bekend wie de winnaar is. Hè? Wie met die 2 kaarten aan de haal gaat. Ja, leuk. Ja, Heracles Almelo. Ik las verhalen over het feit dat... Ja, jij bent niet zo'n fan. Ik zie je al kijken, Jeroen. Ja, heel zo. Ik heb nog geen wedstrijd. Jij bent zwart-wit. Ik heb nog geen wedstrijd gezien van Heracles. Nee, maar zij doen het goed. Vorige week wel een uitgeleidertje tegen MVV thuis. Goeie ploeg, MVV. Ja. Voetballende ploeg. 2-2. Ja. Vanavond... Maar goed, dat doen we dan in dit programmaatje niet. Dat is Jong Ajax altijd lastig uit. Afhankelijk van wie ze opstellen. Ja. Wie ze kunnen opstellen. Ja. En dan is het volgende week weer een wedstrijd thuis tegen VVV. Ja, die moeten ze natuurlijk winnen. Dat kan niet anders. Ja, dat zie ik ook wel zitten. Heracles heeft goed aan het draaien nu wat dat betreft. Ik denk niet dat die een zeepert oplopen thuis tegen VVV. Dat denk ik niet. Mike de Wierik zou komen en Rente zou vertrekken. La lopen we. Ik weet niet wie ze allemaal nog op willen halen. Al oud-spelers komen we terug. Ja. Is dat zo? Nou ja, ze hebben er al aardig wat lopen. Ging niet door. Nee, gaat uiteindelijk. Niet door. Nee. Heeft toch uiteindelijk voor Groningen gekozen. En speelt ook in Groningen. Ja. Hij dacht waarschijnlijk dat hij daar niet ging spelen. Oké. Dat hij geen basis. En toen hebben ze het toch geprobeerd. Hij is weer Bruns, uit die tijd kent hij. Ja, wie niet eigenlijk, wie er nu loopt. Dus die wouden ze achterin bij hebben, omdat Rent zou naar Engeland gaan. Ja, Coventry City, ja. En daar is dan een foutje gemaakt met het papierwerk. Want dat heeft te maken met de Brexit, hoeveel en hoe papierwerk. Papierwerk heet dat. Oh, ken je dat? Ja, daar weet je alles van, toch? Papierwerk, ja. Ik weet heel veel van papierwerk. Maar dat was dus niet goed. En toen ging die dus niet door. Oké. Nee. Dat ging niet door. En toen hadden ze in één keer Rent. En toen hadden ze de Wierik ook niet meer nodig, natuurlijk. Nee. Sinan Bakis, die vertrekt wel. Die is vertrokken. Ja, dat is beter, ja. Maar is dat wel goed? Je moet toch een goede spits hebben. Ja, maar die is ontevreden. Er loopt dus een ontevreden spits rond die er toch niet in komt. Van dit Armenteros gaat toch steeds spelen. Als hij geblesseerd raakt, heb je een probleem. Ja, je hebt natuurlijk 2 andere spelers aangetrokken. Maar... Jawel, daar redden ze mee met die lange jongen, die donkere jongen die het buitenland gehaald. Daar redden ze zich wel mee. Maar een ontevreden speler. En zeg maar, laat maar zeggen wat Appeltje hier heeft. Rotfruit ertussen. Rotte bananen of rotte appel, dat moet je niet hebben in zo'n bak. Zo is het ook met spelers. Ja.
Als je één moeilijke hebt, ja. Ja, dan weet je alles van toch? Nou, maar iedereen te vriend houden, hè? Ja. 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 In ja, de elftal. Ja, ja, dat is moeilijk. Ja. Wat waren de rotte appels in jouw tijd bij Twente, Jeroen? In mijn tijd? Ja. Niemand. Niemand, hè? Dat was één groot, groot feest. Ja. Maar dat is dit ook wel. Dit is wel een echt team, volgens mij. Ja, volgens mij ook. Ja. 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 Twente is een team. En ik dat is wel belangrijk. Ik keek naar de wedstrijd met Willy van der Kerkhof. Was hij daar? Legende, ja. Dat is natuurlijk. Hij is voor PSV en daarna voor Twente. Heeft natuurlijk bij Twente gespeeld. Heeft de WK-finale gespeeld in 78. Heeft de EK gespeeld. Heeft de Europa Cup 1 gewonnen. De stofzuiger, geweldige speler. Zijn vrouw heet Nilvisk. Dat zal ik even checken. Nee, maar stofzuiger heette die, hè? Ja, hij was de stofzuiger. Ja. En hij verbaasde zich natuurlijk enorm over het niveau van PSV. Hè? Want dit was de testcase en dat hebben ze dan niet gehaald. Maar Twente moet dus inderdaad door naar AZ. En AZ speelt wel Europees van de week. Dat is het voordeel. En voor jou natuurlijk de vraag, Jeroen. Wat gaat dat worden in Alkmaar? Komende zondag om 16:45. Het is de late wedstrijd. Ja, vanwege AZ moet rust hebben. De beslommeringen. Ja. Wat gaat dat worden? FC Twente? Nee, AZ FC Twente. 1-2. Die pakken ze. Ja. Ja, vorig jaar wonnen ze daar ook. Wat denk jij? Het voordeel van Europees hebben is voor Twente. Dus ik denk 1-1. 1-1. Ja. Ja, een puntje bij. Gelijk, denk ik. Ja. 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 Het is wel een goed voetballende ploeg natuurlijk. Normaal zou ik zeggen, als AZ geen Europees speelt, dan wint AZ. Maar nu hebben ze kans. Meteen weer vol erop. Ja. Vanaf de eerste minuut, bom. En dan Heracles speelt thuis tegen VVV. Wat gaat dat worden, Jeroen? 0-0. Saaie wedstrijd. Heel saai. Nee, ik weet het niet. Ik kan het je niet, volgt het voor geen meter. Nee. Nee, inderdaad. Nee. Sowieso KKD niet? Ja, heel af en toe zie ik wat voorbij komen. Maar het is niet zo dat ik ga kijken, nee. Nee. Nee, ja. Nee, ik kijk zo weinig voetbal thuis. Als je geen zin hebt, moet je dat niet doen. Nee. Wat maar denk jij? Ik denk 2-0. Heerlijk. 2-0 voor Heracles thuis. Dat zou moeten. Ja, ja. Ja. Jij zei net al, Jeroen, jij speelde met de Rebellen in Boekelo tegen Unison. Ja. Nou krijg ik een kijkersvraag over een aflossing bij de Rebellen. Wat vond je daarvan? Wat daarmee bedoeld? Jij werd afgelost? Of? Ik werd gewisseld. Je werd gewisseld? Er kwam een gastspeler, die hadden wij. Ik ben zijn naam vergeten. Maar die is voor mij van Twente praat. Zoiets. En die kwam erin en die heeft voor mij verder voetbal, maar die was niet beter dan mij, hoor. Oké. Dat zal ook wel moeilijk zijn. Op een bepaald niveau. Ja, dat zal ook wel moeilijk zijn. Ja, die voorhaalde niet. Nee. Maar het was leuk met... Ja, was leuk. Gert-Jan van Beek als trainer. Gert-Jan van Beek samen met... Dan ben ik zijn naam alweer vergeten. Ja. Vrede. Regier die Vrede. Ja. Ja, ja, ja. Ricky van den Berg was de... Patrick Pothuizen. Ja, noem maar op. Wie nog meer van Twente vroegen? Beetje de Jack Regier ook nog, of niet? Nee, Glenn Helder. Nee. Glenn Helder. Glenn Helder. Ja, het gesprek van Heracles van den Berg. Ricky van den Berg. En die andere, Joey van den Berg, was er ook. Oh ja, okay. Linksboot. Ja, Joey van den Berg, Heerenveen. Ja, die was er ook. Ja, oké. Dat is wel leuk om te doen, hè? Dus, ja. Of ook nog na de tijd... Nee. Maar wel niks, gezellig. Kun je helemaal van niks? Gewoon gezellig biertje drinken. Wat leuk, hè? Duidelijk. Leuk nog. Kende gezien, Clemens was het ook. Clemens was, ik sprak hem nog. Gaat goed met hem. Clemens mooi. Mooi, ja. Goed om te weten. Ja. Ja. Trainer van DSVD. Doet ook goed toch? Hoor, niet? Altijd lastig. Binnenkort moet hij in de beker moet hij aan de bak. En er zijn twee spelers van hem die hebben afgezegd omdat ze moeten motocrossen. Ja, wat moet hij daar dan mee? Want hij heeft dat vindt hij erg. Dat vindt hij erg. Dat behaalt hij natuurlijk van. Maar goed. Ja, moet hij motocrossen? Ja, dat kennelijk begint het seizoen daar. Dan wordt het mais wordt eraf gehaald en dan gaan ze motocrossen. De traditie, en dat is kennelijk voor een aantal jonge jongens, is dat belangrijker dan voetballen met het eerste. Stoppelcrossen. Ja. Stoppelcrossen. Ja, jij komt daar vandaan. Ja, ik ken dat. Maar hoe laat is dat dan? Dat is 's morgens al. Ja, kennelijk is het op een middag. Ja, maar is het rond 12 uur of 1 uur volgens mij was dat toen altijd. Ja. En dan gaan ze dat doen. Ja. De mais gaat er dit jaar heel vroeg af, in verband met de droogte. Ja, maar is toch flauwekul. Ja, ik ben het met je eens. Dat vindt hij ongetwijfeld ook. Maar goed, hij heeft zo weinig spelers. Dat is op dat niveau, ja. Maar dan moet je bij neerleggen, hij er aan begint. Ja, dat weet ik. Het zijn amateurs. Het is moeilijk. Ja. Stoppelhaneke, ook wel in Raalte, toch? Daar is dat ook. Dat is feest, toch? Ja. Maar voordat we te ver afdwalen, mannen. Jeroen, bedankt weer voor je aanwezigheid bij deze versie van Voetbaltijd. Jij ook weer bedankt, René. Volgende week zijn we terug met weer een aansprekende gast. Dat kan niet missen. Dat gaat u ook horen op de social media's van...
mediakanalen moet ik zeggen. Ik ben daar zo slecht in. Wie dat is, maar het zal ongetwijfeld iemand zijn van Allure. Tot volgende week dus. Tot dan.